Diwali ga ik ook vermicelli cake maken, wat je in blokjes kan snijden. Eerst heb ik de boter erin. Boter laat je een beetje smelten. Niet veel boter. En ik gebruik deze vermicelli, die rondjes erin zitten. Zoiets. Dan ga je een beetje, ik maak het een beetje kapot. Zet je erin. En laat je een beetje bruin bakken. Het is net als hoe ik die maïscake maak, toch? Het hangt af van hoeveel jij zelf wilt. Ja, ik zet zo in 50 gram, 50 tot 75 gram boter. Zet ik ongeveer 6 tot 7 van die rondjes zo. En dan komt het een liter. Zoals jullie zien, nu begint die vermicelli wat bruin te worden. En zodra het goed bruin is geworden, niet laten branden. Je moet het blijven draaien. Dus in die boter, gebakken, een beetje bruin. En dan gaan we nu de gesuikerde melk zetten. Gesuikerde melk zet ik erin. Een beetje amandelessens gaat erin. En water. En niet heel veel water, want toch wel, als je veel water zet, dan moet je toch wachten zodat het begint te plakken. Dus ik zet een beetje water hierin, in de gesuikerde melk. En zo gebruik ik die ook. De rest van de gesuikerde melk heb ik allemaal gezet. Een beetje amandelessens, klein beetje, niet veel. En dan mag je hem ook met zoiets draaien, zodat het niet plakt. En nu is het waterig, die water moet helemaal droog worden en dan gaat die vermicelli ook garen. En dan laat ik jullie zo meteen verder zien. Als het bijna al vast begint te plakken, dan kan je op een schaaltje zetten. Kijk. Blijven draaien, zodat het niet plakt. Amandelessens zit erin. Gesuikerde melk als je zet, dan hoef je geen suiker te zetten. Als je nou echt zoet toch wil, dan mag je suiker zetten. Of vanillesuiker mag ook. Zoals jullie zien, de water is al droog geworden. Nu gaat het een beetje beginnen te plakken. Als het nog een beetje wachten. Kijk, het begint al te plakken, dus dan ga ik nu op een platte schaal zetten om af te koelen, zodat het makkelijk wordt straks als het afgekoeld is om te snijden. Kijk. Dan zie je dat het zo is. Nu, als het niet zo makkelijk valt, dan mag je op het platte schaal zetten. Nu valt het wel makkelijk. Ja, nu is het bijna goed. Dus gaan we zo zetten. Op een platte schaal. Deze. Even zo. Echt met een lepel. Zo'n platte schaal. En straks maar snijden als het al afgekoeld is. Strooien. Op de vermicelli cake ziet er heel mooi en lekker uit. En even laten afkoelen, daarna kan je een stukje snijden.